Quartet won in december nog een internationale prijs. En nu spelen ze het eerste lunchconcert in het Koningsdamhuis. Een buitenkantje om iets lekker te genieten. Maar waar waren de studenten? Ik wist niet eens dat er een strijkconcert hier in het HVA-gebouw was. Ik heb er helemaal niks over gehoord. Maar was het speciaal voor studenten of... Ik dacht tentamen. Tentamen? Ja, dat is tentamen. Daar komen we net vandaan, dus ja. Okay. Tijdens tentamenweek ben ik gericht op de tentamen zelf. Tentamenstress dus voor de studenten. Dan wil Schubert misschien nog wel helpen om te ontspannen. Maar deze muziek is andere koek. Voor HVA-docent Joep Adema juist een reden om te komen. Ja, ik werd door een collega geattendeerd op dit concert. Ik zag Schubert, altijd wel mooi, maar spreekt me nog niet zo aan. Maar ik zag Ligeti, dat is een componist die ik ken. Ik dacht, ja, dat moet ik zien, dat moet ik live zien. Ik heb graag zang in mijn muziek. Dus ik vind hardcore en alles ook niks. En dat heeft er ook mee te maken. Dat is mijn klassieke muziek ook. Ik wil graag dat er zang in zit. Ik hou op zich niet zo van klassieke muziek, maar... Je had het wel een kans willen geven. Ja hoor. Misschien wel, ja. Ja. Oké. Okay. Dan heb je juist de kans om het te horen. Normaal gesproken zou je er helemaal niet naartoe gaan. Ja. Dus... Wie het lunchconcert heeft gemist, kan 26 maart vast in de agenda zetten. Dan staat er weer een gepland.